Dankjewel, ik ben Milena. Ik ben werkzaam als jeugdhulpverlener en voor een zorgcowboy. Dus ik denk dat ik jullie daar best wel wat over kan vertellen. En dat het veel ervaringen zijn die tekenend zijn voor de omstandigheden en de crisis die we nu in de jeugdzorg zien. Wij lopen op onze werkvloer tegen allerlei problemen aan en we proberen daar ook een strijd tegen te voeren. Dus ik hoop dat ik jullie daar een beetje in mee kan nemen. Ik werk nu ruim 4 jaar als begeleider op een woongroep. Er wonen 8 kinderen, variërend van de jongste rond 8 jaar en de oudste 16. Hele gemêleerde groep, veel verschillende problematieken ook. Zijn allemaal uit huis geplaatst, om verschillende redenen. Ik vind het eerst belangrijk om te zeggen, want ik weet dat er... ik denk dat wat we straks gaan schetsen aan een crisis van jeugdzorg is heel schrijnend. Maar ik wil ook benadrukken hoe geweldig leuk werk ik heb. Ik heb echt heel, heel fijn werk. Als ik zeg maar alles kan wegdenken en alle omstandigheden wegdenk, dan ga ik elke dag met heel veel plezier naar mijn werk. Ik heb kinderen waarmee ik heel veel lol kan maken, die me inspireren. Het ene moment voer ik een gesprek met ouders, het andere moment een gesprek met mijn cliënt over Loverboys. En dan ga ik met ze naar een pretpark en dan koken we samen en dan breng ik ze naar bed. En het is super dynamisch en fijn werk. Ik hou van spelen. Ik ben ook nog eens even groot als de kinderen, dus dat is perfect. We kunnen heel leuk, heel veel lol maken. Ik voel me bevoorrecht dat ik dit werk mag doen en dat ik met kinderen mag werken die me zo inspireren en die zo krachtig zijn in zo krachtig in hun leven staan. Maar helaas is de realiteit van wat we kunnen als hulpverleners wel echt anders. En er komt veel meer bij kijken dan die kinderen zo fijn mogelijk thuis bieden. Het is echt ongelooflijk hoe groot op dit moment het personeelstekort is. Op dit moment dreigen er bij onze organisatie locaties te gaan sluiten puur personeelstekort. Dus dat betekent, en dat zijn gewoon volle locaties. Dus dat betekent dat bewoners en kinderen op straat komen te staan. Dat betekent ook dat ze naar een andere plek moeten. En eigenlijk zijn die andere plekken er niet op dit moment. Die personeelstekorten komen onder andere natuurlijk door het zwaar emotionele werk. De verantwoordelijkheid voor een hele kwetsbare doelgroep. Dat zorgt voor hoge werkdruk. Veel stress, meer ziekte onder personeel. En eigenlijk gaat elke leuke dienst die ik zojuist ook schetste gepaard met heel veel stress. Heel veel stress om die randvoorwaarden. Het pand of de locatie waar ik kwam te werken, want ik wil je eigenlijk meenemen in mijn praktijkervaring. Die was heel slecht onderhouden. Dus de meeste meubels in het huis waren al overgenomen van andere gezinshuizen. Dus je moet je voorstellen, er staan ladekastjes met namen van andere kinderen. Er staan bedden waar al 10 jaar lang door anderen in geslapen is. Als de kinderen bij ons komen, het zijn vaak angstige kinderen die 's nachts niet goed slapen. Maar ook bijvoorbeeld een terugval kunnen krijgen in bedplassen. Nou ja, zij slapen gewoon keer op keer op dezelfde matrassen. Dus het zijn kamers met gele matrassen bij wijze van naar urine ruikend. Het eerste zomer dat ik er kwam werken, waren er geen gordijnen in de kinderkamers. Nou, in de zomer gewoon fel verlichte kamers. Kinderen met slaapproblemen, kinderen met angsten die in zulke omstandigheden moeten opgroeien. Even kijken. Sorry voor de trilling aan mijn stem. Ik ben een zenuwachtig persoon. Natuurlijk, ja, we zijn een heel mondig team en we zijn heel erg bevlogen en we voelen ons heel erg verantwoordelijk voor de kinderen. We beseffen ons heel goed, zeg maar, wij zijn hun woordvoerders in het leven. Dus natuurlijk praten wij met onze werkgevers en onze managers over deze omstandigheden. En ik kan je vertellen dat vergadering na vergadering, gesprek na gesprek, strijd, passioneel denk ik vanuit het team, vragen, verzoekjes, eisen over de omstandigheden. Alles is genegeerd. Ik merk echt dat iedere werkgever waar die maar kan onderuit gaat proberen te komen om geld te besteden aan deze doelgroep. Tegen ons werd op een gegeven moment gezegd, kijk maar even op Marktplaats of je iets kan vinden. En vanaf het begin dat ik er werkte, lag er echt een hele hoge druk op ook de locatie vol krijgen. We hebben capaciteit voor 8 kinderen.
En er wordt ons eigenlijk constant ingepland dat zodra er minder dan 8 kinderen wonen, die locatie verlies draait. En dat we het zwaard van Damocles hangt boven ons hoofd. Zijn er te weinig kinderen, dan moeten we misschien sluiten. Dus dat betekent eigenlijk indirect dat, dat we iedere aanmelding van een potentiële bewoner eigenlijk wel moeten aannemen. Ondanks dat wij zien dat we niet de juiste hulp kunnen bieden. Ondanks dat wij zien dat de omstandigheden op de groep op dat moment niet juist zijn. Die druk is heel hoog. Op een gegeven moment kwam er een aanmelding van een jongen van 7 jaar. Hij had echt best wel heftige problematiek, noemen we dat. Hè? Maar het heeft natuurlijk te maken met trauma en onveiligheid. En we twijfelden heel erg als team of we daar wel begeleiding aan konden bieden. Hij kon op dat moment niet meer naar school. Hij kon echt moeilijk functioneren. Al onze andere bewoners gingen wel naar school. En wij zeiden eigenlijk, deze jongen heeft veel meer specialistische zorg nodig op een behandelgroep. Best op een terrein met een school op hetzelfde terrein en dergelijke. Natuurlijk werd de jongen gewoon bij ons geplaatst. Ik was zijn mentor. En ik denk dat het op dat moment zijn 9e verhuizing was en hij was 7 jaar. Hij was heel getraumatiseerd. Hij kon ons heel moeilijk vertrouwen. En die hechtingsproblematiek uit zich vaak heel erg in de nabijheid zoeken. Maar zodra die nabijheid er is, daar ook weer heel angstig van worden en weer afstoten. Vaak gaat dat ook fysiek met agressie, spugen, ons wegduwen. Maar dan weer een ander moment van, ik heb je nodig. Want het zijn natuurlijk hele jonge kinderen. En dit was bij hem echt, dit kon eigenlijk per minuut fluctueren hoe hij, wat hij van ons nodig had of wilde. Hij kon niet slapen. Ik herinner me heel goed dat ik nachtenlang naast zijn bed ben blijven zitten. Later begreep ik pas wat de oorzaak daarvan was. Maar in ieder geval die nachten naast zijn bed ook. Hij riep ons, hij wilde niet alleen zijn. Maar zodra hij een beetje in slaap viel, werd hij zo bang, werd hij zo agressief dat hij eigenlijk midden in de nacht zijn kamer vernielde, ons ging slaan. Zo'n onveilig persoon. Hij kwam vanuit een instelling die was gesloten door de inspectie. Deze instelling heette CNS. Wij hadden niet echt een overdracht gekregen, maar er is daarna veel onderzoek naar die organisatie gedaan en is veel media opgekomen. En de verhalen die we hoorden over wat daar was gebeurd, ik denk dat dat zeg maar het meest schrijnende is wat ik ooit heb gehoord. Maar wel heel kenmerkend, en dat is heel moeilijk om te beseffen, maar heel kenmerkend van heel veel dingen die nu spelen. De locatie waar hij vandaan kwam, daar zaten volwassenen en kinderen door elkaar in een groep van ongeveer 18 mensen. Er stond voornamelijk een stagiaire daar op de groep. Die kon het natuurlijk helemaal niet handelen. De volwassenen werden totaal overprikkeld door de kinderen die er rondrenden. Reageerden zich fysiek af op de kinderen. Door het personeelstekort werden ze opgesloten. Deze jongen werd iedere nacht in zijn kamer opgesloten. Als hij niet naar zijn kamer wilde, werd hij fysiek bedreigd of mishandeld door de begeleiders daar. En hij kwam bij ons, dus met 7, 8 jaar. En hij was weer onzindelijk geworden. Omdat hem gewoon luiers werden toegegooid. Van, als je moet plassen, jouw probleem. We halen jou er niet uit, we hebben daar geen mensen voor. Hij kwam bij ons. Bij ons kwam er vervolgens een discussie. Het was natuurlijk heel zwaar voor ons om iedere nacht op te blijven en bij hem te zitten en klappen te krijgen en dat soort dingen. Dus op een gegeven moment kwam er een discussie over, We moeten maar even veel slaapmedicatie gaan toedienen. We hebben het over een jongen van 7, 8 jaar. Dit wordt dan van bovenaf gezegd. Er waren natuurlijk collega's die zeiden, ik kan deze nacht nu niet meer trekken. Ik hou het niet meer vol. Vervolgens is de oplossing, laten we dat kind gewoon drogeren. Dat hebben we gelukkig kunnen tegenhouden. Even zien. Ja, ik zit al 9 minuten. Dus nog even terug naar die situatie bij CNS. Want hoe kan het gebeuren dat mensen daarmee akkoord gaan? En je zou toch denken dat er instanties omheen zitten die dat in de gaten houden.
De reden dat, want er woonden ook bijvoorbeeld jongeren in staakcaravans, in beschimmelde staakcaravans daar op het terrein. De reden waarvan zij aangaven dat ze daar gingen wonen, is omdat er geen andere plekken waren. Zij zeiden, het is dit of in straat, op straat zijn, het is dit of in mijn onveilige thuissituatie blijven. Die zorgondernemers die we nu zo duidelijk in de jeugdzorg zien, die zogenaamde zorgcowboys, die kunnen daar perfect misbruik van maken. Er zijn geen andere plekken om te gaan, dus ga maar akkoord met onze slechte zorg. Zij moesten ondertekenen dat zij behandeling ontvingen waarvoor geld binnenkwam. En dat ontvingen zij allemaal niet. Dat is denk ik een heel, heel schrijnend voorbeeld van helaas geen uitzondering nu in onze sector. Even kijken. Oh, ik moet echt heel veel skippen. Er is ook te veel te zeggen. Er is te veel te zeggen. Wat wij merkten uiteindelijk, en dat is denk ik wel een kern van het verhaal ook. Die jongen was bij ons, we hebben hem echt voor een heel eind erbovenop gekregen. Hij kon uiteindelijk weer 5 hele dagen naar school. Maar we hadden constant te maken met personeelstekort en ook collega's die in een burn-out gingen. Dus dat betekent dat er steeds meer invallers op de groep komen. De enige manier voor ons om veiligheid te bieden aan kinderen die zo weinig vertrouwen kunnen hebben in volwassenen of in mensen, is door heel feitelijk te zijn en heel gestructureerd te werken en heel voorspelbaar te werken. Het liefst is elke dag hetzelfde. Weet je, zo hoeven ze niet afhankelijk te zijn van wat onze emoties zijn of hoe wij reageren, maar alles moet zo feitelijk mogelijk. Hoe meer invallers je op de groep hebt, hoe moeilijker het natuurlijk is om zulke structuren, vaste afspraken en voorspelbaarheid te waarborgen. Er kwamen bij ons invallers vanuit het uitzendbureau. Dus dat zijn mensen die wildvreemd zijn voor ons, wildvreemd zijn voor de kinderen. We hebben 30 minuten voor overdracht op dat moment. Hoi. Ja, maar heb je die nog voor jeugdzorg? Oh, waar is die andere? Dat is die andere, ja. Oké. Je moet je voorstellen dat er dan dus personeel vanuit het uitzendbureau komt. Wij hebben ongeveer een half uur om het avondritueel, de problematiek van de kinderen, medicatie, hoe ze naar bed gebracht moeten worden, waar gekookt moet worden, waar het eten staat, hoe het alarm erop gaat, in een half uur. Dat is onmogelijk natuurlijk. Je kan je voorstellen dat we daar minimaal 2 uur aan besteden in onze eigen tijd. Hè? Want natuurlijk die discussie, als we met de werkgever praten, die overdrachtstijd. Nee, jullie moeten wat minder kletsen met elkaar. Jullie moeten gewoon, het kan wel vast wat puntgewijzer. Nou, dat soort discussies. Op een gegeven moment hadden wij als team, ook omdat we natuurlijk merkten, onze kinderen reageren ook slecht op invallers, omdat het zijn gewoon vreemde personen, dus ze reageren angstig op hun. Wat we zien bij invallers is dat ze een manier moeten vinden om die controle te bewaren. Dus het is vaak met harde hand. Het is vaak een alles of niets mentaliteit. Dus we zien dat invallers snel kinderen fixeren. Dus dat betekent dat ze ze naar de grond werken. We hebben het over hele, hele jonge kinderen. Dat is absoluut niet ons beleid. Maar als je invallers alleen op de groep laat, dan kan je er eigenlijk vanuit gaan dat de kinderen gefixeerd gaat worden. Omdat ze gewoon, ze kennen de kinderen niet. Ze kunnen niet via maatwerk handelen. Dus die kinderen worden gefixeerd, worden nog angstiger. Die jongen die bij ons binnenkwam, maar waarmee het een stuk beter ging, die 5 dagen in de week naar school kwam, die had last van epileptische aanvallen. Dat was stressgerelateerd. Was helemaal weg. Helemaal weg. Tot het moment dat wij zo'n groot personeelstekort hadden, dat er zoveel invallers waren. En hij kreeg elke dag meerdere epileptische aanvallen, waardoor hij weer niet meer naar school kon, waardoor hij te veel op de groep bleef, waardoor zijn structuur wegviel, waardoor hij uiteindelijk zo agressief werd, dat het heel, heel moeilijk voor ons was om nog enige vorm van contact met hem te krijgen. En het was overduidelijk dat hij echt een interne, traumasensitieve behandeling nodig had, die wij niet konden bieden. Zijn die plekken er voor zulke jonge kinderen? Nee. Dus waar is deze jongen heen gegaan? Ik denk dat hij nog geen 9 jaar was. Naar een gesloten instelling. En dat betekent eigenlijk dat hij nog meer opgesloten gaat worden. Nog minder maatwerk is. En dezelfde personeelskorten daar spelen. Ik ga helemaal door naar mijn conclusie. Nu heb ik nog helemaal niet zoveel verteld over de strijd die wij met onze managers voeren, maar ik hoop dat jullie daar wel nu een beetje een beeld van hebben. Kijk, het belangrijkste is denk ik
Wat ik zeg, waar wij tegenaan lopen, de verschraling van onze locatie, de strijd om, op een gegeven moment zeiden we, moeten er collega's bij. Er werd een vacature van 24 uur uitgezet. En wij zeiden, dat kan absoluut niet. Nee, maar dit zijn jullie maximale FTE's. Kijk, wij weten, als wij die gaten niet opvullen, komen de invallers. Dus wij gaan die gaten opvullen, maar wij raken vervolgens weer overwerkt. En die cirkel stopt gewoon helemaal niet meer op zo'n moment. In dezezelfde periode heeft onderzoeksbureau Follow the Money, wat echt helden zijn vind ik als het gaat om dit soort dingen zichtbaar maken en aan het licht brengen, heeft een item en een organisatie gewijd waar ik voor werk. Nou ja, nogmaals, kapotte meubels, personeelstekorten, 1000 overuren voor 5 werknemers en zij hadden 2 keer op jaar miljoenen winst gemaakt. En onze 5 managers rijden alle 5 in een Tesla. Volgens mij is dat een auto van, wat is het waard, een ton of zo. Schaamteloos, echt schaamteloos. Dit is echt maar één van de 100ste pijnlijke verhalen die ik te vertellen heb over de zorg die we zouden kunnen leveren aan kinderen die we niet doen. Kinderen die in een systeem terechtkomen die ze beter zouden moeten maken, maar ze eigenlijk slechter maken en ze meer trauma's geven, ze mishandelen. En dan heb ik het nog niet eens over de jeugdzorg plus of de gesloten jeugdzorg, waar natuurlijk de afgelopen maanden ook heel veel aandacht voor was. Manus en Maaike, maar ook andere gezichten. Misschien dat jullie de documentaire van Jason hebben gezien afgelopen jaar. Dat zijn ook hele, hele belangrijke verhalen die godzijdank nu verteld worden. Even denken. Je bent wel echt ver over tijd. Oké, en dan ga gewoon. Ik denk dat ik dan de rest even moet laten voor de afronding. Dan geef ik het woord door aan jullie. Maar ik hoop dat ik een beetje heb geschetst hoe moeilijk het is om die kinderen te willen helpen, pijn te zien lijden, weten dat er gewoon geen plekken zijn, dat er constant dreiging is, dat we verlies maken, dat er echt geld moet worden verdiend op die kinderen en dat ze dat vechten voor hun gezondheid is eigenlijk niet meer te doen in dit systeem. Behalve denk ik als we dat als collectief doen. Als we dat samen met jongeren doen, met ervaringsdeskundigen, met werknemers. Ik denk dat Maaike daar hopelijk veel meer over kan vertellen, Manus ook. Maar ik denk dat keiharde strijd voor het systeem dat nu is opgebouwd, om dat af te breken, dat is echt, daar moeten we heel hard in zijn. Daar moeten we heel hard in zijn, want dit is de meest kwetsbare doelgroep, denk ik, die we hebben in Nederland, die mishandeld wordt door de staat. Yes. Ja. Hierna, Maaike, wil die beginnen met het filmpje? Oh ja. Ik ga even. Of je gaat wel eerst wat zeggen? Oké. Ik zal me even voorstellen wie ik ben. Ik ben Maaike van der Aar. Ik ben. Microfoon. Ik ben Maaike van der Aar. Ik ben bestuurder bij FNV Jeugdzorg. Een jaar of 13, 14 nu. Ik heb daarvoor 15 jaar in de jeugdzorg gewerkt. En voor die tijd was ik problem child zelf. En misschien nog steeds wel. Maar dat is niet zo slecht als je ziet waar je dat kan brengen. Dus problem childs staan maar op in deze wereld. Ik weet niet zo veel anders dan de jeugdzorg. Ik heb er vanaf mijn 7e mee te maken, op mijn 19e. Kwam ik erin werken, nu ben ik 47 en ik werk nog steeds met en in de jeugdzorg. En dat maakte ook dat ik wel bij FNV werk, maar wat verder ga dan wat je van FNV zou verwachten. Ja, als het gaat om arbeidsomstandigheden en rechten voor de medewerkers en arbeid en inkomen, dan denk je aan FNV. Alleen omdat ik zelf uit de jeugdzorg kom en daar zelf ook mee te maken heb gehad en ongeveer ook weet wat het is om ervaringsdeskundige te zijn, merk ik dat ik zwaar over mijn grenzen ga, daar intern ook wel wat discussies over voer. Maar dat maakt allemaal niet zo heel veel uit, want we zijn op aarde om gewoon te doen wat goed is. Ik heb een filmpje meegenomen. Het verhaal van Milène is een verhaal op zichzelf. Maar wat ik duidelijk wil maken aan jullie is dat dat dus een verhaal is waar ik al duizenden jeugdzorgwerkers en ervaringsdeskundigen over heb gehoord. Ik spreek met heel, heel, heel veel mensen
ook de mensen die niet bij zorgcowboys werken, dus die bij zeg maar reguliere stichtingen werken, die het op zichzelf met geld redelijk netjes doen, hebben we wel een systeemprobleem wat maakt dat, dat op dit moment in de jeugdzorg zijn er drie grote dingen aan de hand. Eén, het is zwaar werk in zichzelf. Het is mooi werk, maar het is ook zwaar werk in zichzelf. Je bent verantwoordelijk voor de kinderen van anderen. Ik bedoel, hè, wat is ons aller lief? Dat zijn toch gewoon je eigen kinderen. Dus het is zwaar werk met veel verantwoordelijkheid, dat is één. Twee, de manier waarop het georganiseerd is, zorgt voor zo ongelooflijk veel drama's. Qua administratie, qua lagen, qua geld- en tijdverslindende schakels die allemaal in de sector zitten. De uitholling, de liberale maatschappij die toch zegt, hè, je geluk is je eigen keuze, maar dus je pech ook. Dus je moet vooral veel zelf oplossen. En de onderwaardering van de sector, en dan heb ik het niet alleen voor het loon van de werknemers, wat ook een zeer belangrijk onderdeel is, maar de onderwaardering heb ik het dus inderdaad gewoon ook over. Maak het nou eens een keertje belangrijk in deze maatschappij, hoe wij met onze kinderen en dus ook onze toekomst omgaan. Waar ik mee wil beginnen is een filmpje waarin jeugdzorgwerkers aan het woord komen en die eigenlijk het verhaal van Milène onderstrepen. Het is drie minuten nog wat, vier minuten bijna. Maar ik wil jullie heel even meenemen, omdat dit wel het hele verhaal even neerzet. En dan ga ik straks gaan we weer verder met elkaar in gesprek. Ik heb meegemaakt dat kinderen echt niet de hulp kregen die ze nodig hadden. Uiteindelijk bieden we nu veel minder zorg dan dat we dat voorheen deden. Omdat we overladen worden door allerlei andere taken dan zorg bieden. Dus mensen zijn aan het verzuipen. En we geven dingen niet zomaar aan. De grens is bereikt. Het gaat echt niet goed en ik maak me grote zorgen. Zijn we de grenzen van verantwoorde zorg al niet voorbij? Toen ik begon, hebben we enorme groei doorgemaakt in therapieën, in professionalisering van de jeugdzorg. Waar ik nu zie met de, sinds de transitie, dat er alleen maar een afkalving is van zorg. Wat niet veranderd is, is dat er onder zoveel jaar weer wordt geroepen dat het goedkoper en efficiënter moet. Ik heb op dit moment niet het gevoel dat ik de rust en de tijd en de ruimte heb om mijn werk uit te voeren zoals ik dat zou moeten doen. Maar ook niet zoals ik dat zou willen doen. Het geld gaat voor kwaliteit. En daar maak ik me zorgen over. Het is in al die jaren niet eerder zo ingrijpend geweest, een transformatie en de bezuinigingen. Want uiteindelijk komt dat de cliënt niet ten goede. En de hele maatschappij uiteindelijk niet. En daar zit een hele grote zorg. Ik voorzie dat er zogezegd meer kinderen tussen wal en schip raken. Het lijkt meer symptoombestrijding te worden dan dat je de onderliggende oorzaken van problemen mag aanpakken. Er zijn kinderen op mijn groep waarvan ik het ergste vrees. En waarvan ik denk van, kunnen we daar alsjeblieft wat adequater mee omgaan. Maar als er in de basis niks verandert, komt hetzelfde probleem weer keihard terug. En dat geeft een ontzettend onvoldaan gevoel. En als je dat dag in dag uit moet doen bij verschillende cliënten, dan gaat het aan je vreten en dat is echte werkdruk. Dat je niet mag doen waarvan je weet wat echt werkt. Ik geloof dat wij in onze organisatie iets van 26 contracten hebben met 26 verschillende gemeentes. En die hebben ook allemaal andere tarieven en die vragen ook allemaal andere dingen. En het is inderdaad, de decentralisatie heeft tot gevolg dat je dus, dat het inderdaad, je woont één straat verderop in een ander postcodegebied en je krijgt andere hulp. Of je krijgt bepaalde hulp niet. En waar ik altijd heel erg bang voor ben, is dat er weer vreselijke familiedrama's moeten gebeuren bij mensen die niet de goede zorg hebben gekregen of niet op tijd. En dat we dan pas weer in fase ingaan dat ze zeggen, oh ja, het kan eigenlijk al niet zo langer. Maar wij zeggen het al heel lang, met allemaal vingers omhoog, het kan niet langer zo, er gaan ongelukken gebeuren. Om het werk van gezinsvoogd uit te moeten kunnen voeren, moet je eigenlijk voortdurend in topconditie zijn. Want je kunt elk moment kun je een crisis op je pad krijgen en zul je bijvoorbeeld een kind uit huis moeten plaatsen. Dat gaat je niet in de koude kleren zitten. Als je denkt dat je dat efficiënter kunt organiseren en mensen dat meer en vaker per week kunt laten doen, dan begrijp je niet wat het impact van dit werk is. Als we zo doorgaan met het nu doen, dan vallen er nog meer collega's om. En lopen er nog meer collega's weg uit het werkveld en is er straks geen goede kwalitatieve jeugdzorg meer. Dus als er niks verandert, dan blijft de sector leeglopen en blijven we kinderen niet kunnen bieden wat nodig is. Maar luistert er iemand? Kennelijk niet. Ja, dan moet je de straat op. Gewoon ouderwetse straat op. We hebben de politiek nodig om ons te faciliteren om ons belangrijke werk te doen. Ik heb een minister nodig die beleid
verandert en dat omzet in daden. Je kan je niet meer verschuilen achter het idee, ja, maar ik kan mijn kinderen niet in de steek laten. Want wij laten op deze manier de cliënten en de kinderen laten we in de steek. We kunnen ons werk zo helemaal niet doen. Dit is klaar. Het moet niet meer slecht zijn voor je gezondheid om het mooie werk te doen. Nou, dit is het verhaal wat erachter zit. En, misschien om in 5 minuten het aan te vullen? Of hoeveel denk je schat je nodig krijgen? Nou, ik ga zo snel mogelijk proberen te praten. Want ik neem jullie heel even mee in wat we gedaan hebben. Want dit is een filmpje uit 2019, vlak voor de allereerste staking in de jeugdzorg ooit, die ik zelf georganiseerd heb. Maar daarvoor waren we al eigenlijk... Nou, in 2014 hebben we ons al verzet tegen de decentralisatie, toen het geld overging van de provincies naar de gemeentes. En de jeugdzorg werd overgeheveld en er dus een enorme versnippering ontstond van geld en mensen en middelen en alles wat hoe het georganiseerd was. En in 2017 liepen we er echt tegenaan van oké, dit gaat niet werken zo. Dit is een soort van draak wat we hebben opgericht en we moeten het echt anders gaan organiseren. Wij hebben best wel heel lang gedaan met lobby's en gesprekken. En je doet dus een brief en je doet dus een petitie en nog een petitie en nog een brief. En je denkt dan, oh, nu gaat er vast gereageerd worden. Nou, er wordt helemaal niet gereageerd. En op een gegeven moment dachten wij, in 2018 hebben we onze eerste grote demonstratie gehouden in de jeugdzorg. Dat was de allereerste demonstratie in de jeugdzorg ooit, want het zijn wel activisten, maar niet activisten die de straat op gaan. En ik bedoel, activisme bevindt zich vooral op de werkvloer en het gevoel hebben, ik moet doen wat nodig is voor de kinderen. Daar zit het activisme, maar niet, wij moeten nu met elkaar opstaan voor een sector, om een sector hoog te houden. En dat gebeurde in 2018 voor het eerst en in 2019 was het echt een formele staking. En daar is dit filmpje voor gemaakt. En helaas moeten we constateren dat we nog steeds op hetzelfde punt zitten. We hebben in de tussentijd wel veel geprobeerd. We hebben samenwerkingsverbanden geprobeerd. We hebben geprobeerd om administratie te schrappen. We hebben geprobeerd om de arbeidsmarktprojecten te draaien. Waardoor wat meer mensen in de sector kwamen werken en zo. Uiteindelijk heeft het allemaal tot niets geleid. Ik moet je wel heel eerlijk zeggen, voordat wij strijd konden voeren, waren we echt 3 jaar verder. We hebben eerst heel veel... We hebben 2 trajecten gelopen. We hebben gezegd van aan de ene kant moeten we duidelijk maken wat er niet deugt. En dat moet je onderbouwen en dat moet je constant herhalen. En aan de andere kant moet je mensen naar je toe trekken op dat verhaal. Dus we waren tegelijkertijd het verhaal aan het bouwen en mensen naar ons toe aan het trekken. En dat zijn 2 parallelle trajecten die we gelopen hebben. En toen we daar eenmaal waren, toen werd duidelijk, we kunnen nu overbrengen dat de manier waarop het nu georganiseerd is en hoe de geldstromen nu ook lopen, dat in ieder geval niet is wat werkt. Op enig moment drong zich de vraag op, maar wat dan wel? Ik bedoel, als je heel lang zegt, dit werkt niet, dat hebben we op een gegeven moment 3 jaar gedaan, dit werkt niet, dit werkt niet, dit werkt niet. We hebben het Rijk aangewezen als, als verantwoordelijke, waarvan we vonden van jullie moeten dit oppakken. We hebben de gemeentes aangewezen als verantwoordelijke, we hebben RG's aangewezen, maar er gebeurde niks. En toen dachten wij, misschien moeten we zelf gaan vertellen hoe het moet. Dat hebben we gedaan, het Mannes gaat daar iets over vertellen hoe we dat hebben gedaan. In dat hele traject daar naartoe hebben we niet alleen maar jeugdzorgwerkers naar ons toe getrokken, maar hebben we dus inderdaad ook ervaringsdeskundigen naar ons toe getrokken, jeugdadvocaten, kinderrechters, andere belangenverenigingen. En merkten we gewoon dat ons verhaal steeds meer body kreeg. Helaas niet bij het Rijk, want daar bewoog weinig, maar wel in de maatschappij merkten we van hey. En toen hebben we op een gegeven moment gezegd van oké, we gaan dus nu met al die mensen waarmee we contact hebben, van kinderopvang tot onderwijs, jeugdgezondheidszorg, jeugdadvocaten, kinderrechters, ervaringsdeskundigen, ouders, jeugdzorgwerkers, zelfs een aantal progressieve werkgevers, een aantal progressieve gemeenten, hebben gezegd laten we bij elkaar komen, laten we een denktank, een brede maatschappelijke, onafhankelijke denktank. Niemand werd betaald in die denktank. Iedereen deed het onbezoldigd, los van de politiek. We zijn bij elkaar gaan zitten en we hebben publieksenquêtes gehouden, we hebben publieksdiscussies opgeworpen, we hebben online, we hebben een mailadres, we hebben nieuwsbrieven publiek ingegooid. Kortom, we hebben een brede maatschappelijke discussie ontworpen, omdat wij merkten, al die andere partijen hebben belangen. Het Rijk heeft belangen, gemeenten hebben belangen, organisaties hebben belangen, werkgevers hebben belangen. En het is niet het belang van goede jeugdzorg. Het is het belang van bestaansrecht, het is het belang van macht, het is het belang van geld. En vanuit het systeem gedacht ook belangen die kloppen in het systeem, zeg maar, hoe het gebouwd is. Het is geen natuurverschijnsel dat er geldbelang is. Het is geen natuurverschijnsel dat er machtsbelang is. Het is hoe we het hebben gebouwd.
En daar komen die belangenstrijd komt daar vandaan. En wij dachten, wij moeten dus vanaf onderop nu duidelijk gaan maken hoe wij met elkaar vinden hoe we met onze kinderen om moeten gaan. Hoe we met zorgvragen om moeten gaan. Hoe we om moeten gaan met mensen die het even niet meer redden alleen in de maatschappij. Hoe we om moeten gaan met de mensen die voor die kinderen zorgen. Zoals de millennials van deze wereld. Hoe we om moeten gaan met ervaringsdeskundigheid. Hoe profileren we dat? Hoe zetten we dat neer? Nou, we hebben een advies geschreven. Dat noemen we de jeugdsprong. Manus kan wat vertellen over het proces wat we daarin hebben gelopen. We hebben dat aangeboden in mei vorig jaar. Dank u wel voor het rapport. Fantastisch geschreven. We doen er niks mee. Hè? Dat is dan een beetje wat er gebeurt. En dat is de strijd die we nu voeren. Inmiddels zijn er hervormingen aangekondigd in de jeugdzorg. Wat een succes is van onze strijd, dat durven we wel te zeggen. Door het constant op de kaart te zetten, is uiteindelijk wel erkend, hey, zo gaat het niet langer, we moeten toch hervormen. Alleen de manier waarop we gaan hervormen is wat ons betreft via onze Bijbel, en dat is de jeugdsprong. En niet volgens de Bijbel van het Rijk of van een of andere commissie van, met alle respect, witte, ervaren, bejaarde mannen die niemand kent. De oud-commissaris van de Koningin van de ChristenUnie zit dan in de commissie. Niemand kent hem, nog nooit met iemand gesproken. En die gaat dan een advies geven aan de minister. En dan zegt de minister, nou dat is mijn basis waarop ik ga hervormen. En dan zeggen wij, nou dat is natuurlijk heel raar. Want wij hebben een advies van de mensen met de pootjes uit de klei, de jeugdsprong. En wij willen dat dat het advies wordt. Dat is één. Dus we gaan alles wat er nu gebeurt, gaan we toetsen langs die weg. Dus we zullen ons verzetten als het niet langs die weg gaat. En tegelijkertijd zeggen wij ook, zijn we inmiddels ook na 7 jaar actie en strijd zo ver dat we zeggen, we gaan gewoon ook zelf dingen doen. Als de caseload te hoog is, als de kinderen niet goed geholpen worden, dan gaan we bepaalde dingen gewoon niet meer doen. Als we te veel administratie op ons bord krijgen, gaan we daar gewoon mee stoppen. Collectief samen, beschermd, hè, onder de vlag van een vakbond kun je dat beschermd doen. Dat is onze strijd. Dus aan de ene kant hoog over met het Rijk en de gemeente en de werkgevers strijd voeren, zodat we de jeugdsprong en ons verhaal daar gepositioneerd krijgen. En aan de andere kant, we gaan het ook niet meer afwachten, beste Den Haag. Ik bedoel, het is ook allemaal, het licht gaat daar niet vandaan komen. We hebben vorige week weer een debat geweest. Nou, we zaten daar op de publieke tribune. Toen wisten we het weer zeker. Nou ja, inderdaad, hier gaat het niet vandaan komen. We moeten echt dingen zelf doen. Als de caseload te hoog is, als we te veel kinderen in begeleiding hebben, 25 gezinnen voor één persoon, 25 gezinnen. Hoe gaan we verwachten dat daar kwaliteit uit voortkomt? Hoe gaan we verwachten dat deze kinderen goed geholpen worden? Hoe gaan we verwachten dat onder de omstandigheden die Milene net vertelt, of de mensen uit het filmpje, dat we kwaliteit kunnen verwachten, dat we niet tegen wachtlijsten aanlopen, dat we niet problemen krijgen om de juiste zorg op de juiste plek te krijgen voor de kinderen? Wij vinden het belangrijk genoeg. Dat is ook waarom ik hier ben vandaag. Dit is een boodschap die we gewoon wijd willen spreiden, al is er maar één persoon die wil luisteren. Elke persoon die wil luisteren is voor mij een reden om door te gaan. En dat is wat we aan het doen zijn. En ja, nu pakken we het over en zeggen we dus inderdaad van, nou ja, we gaan nu echt locatie voor locatie, gemeente langs gemeente, regio voor regio en in het hele land gaan we doen wat nodig is. We gaan niet meer afwachten, we gaan niet meer. Dat is wat we gedaan hebben. En ik ben persoonlijk heel trots op de jeugdsprong, omdat het gewoon een publieke denktank is. En ik vind dat we veel meer moeten doen in publieke denktanks in Nederland. Dus dit is een beweging die ik ook voorsta op andere plekken. Zeker in de publieke sector. Eigenlijk zouden we dat overal in de publieke sector moeten doen. De publieke sector is van ons. We betalen het ook met. Het is geen overheidsgeld, het is ons geld. Wij moeten nadenken over wat voor maatschappij je wil. Wat daarvoor nodig is. En dat moeten we met elkaar doen. En de politiek is er, nou ja, eigenlijk zei Muriel het al in dat filmpje, de politiek is er om ons te faciliteren, om het voor elkaar te krijgen. En verder moeten ze soms ook gewoon de mond houden en bescheiden weten zijn. En het ook overlaten aan de mensen die weten hoe het werkt. Yes, ik stop hem hier even, ja, want dan, jullie kunnen straks ook van je vragen stellen. Kortom, ben je nog geen lid van de vakbond, doe het nu. Dank jullie wel. Ik ben heel blij om jullie reacties soms te zien. Want als ik het verhaal van jou hoor met kinderen fixeren of pillen geven, of jouw verhaal hoor van 25 in de caseload, dan is het voor mij, niet op gevoelsniveau, maar op verstandsniveau heb ik het al, is dat gewoon nu de situatie. Dus voor mij is het allemaal heel logisch. En dan zie ik jou gewoon schrikken en
een emotionele reactie krijgen en jou echt zo kijken van what the fuck. Dus dank je wel voor even de wake-up call. Ook al weet ik dat het gewoon fucked up is in de jeugdzorg. Het is soms goed om het van buiten weer te horen hoe fucked up het eigenlijk is. Ik ben dus Manoes. Mijn carrière in de jeugdzorg begon 20 jaar geleden. Problemen met mezelf had ik, problemen thuis. Ik kreeg gezinsbegeleiding en uiteindelijk ben ik in een pleeggezin en op een leefgroep beland. En later heb ik de stoute schoenen aangetrokken, bij een andere leefgroep aangeklopt en gezegd: hoi, ik weet hoe het hier is. Hebben jullie misschien werk voor me? En zo ben ik erin gerold en ben ik uiteindelijk zelf gezinnen thuis gaan begeleiden. En nu zet ik me in om ervaringsdeskundigheid te positioneren, om het te implementeren en om het te emanciperen. En ik zeg bewust emanciperen, omdat ik vind dat wij een emancipatiebeweging zijn. En dat we ook kunnen leren van andere emancipatiebewegingen en bijvoorbeeld de vrouwenemancipatie. Vrouwen verdienen nog steeds meer dan mannen en ervaringsdeskundigen verdienen ook bijna niks. Maar we kunnen daar ook van leren, van de feministische golf. Want toen ik jaren geleden sprak ergens, waar Anja Meulenbelt ook sprak, en ik vertelde over ervaringsdeskundigheid, toen zei ze: heel leuk dat jullie er nu een naam voor hebben, maar voor ons was het heel logisch dat vrouwen die ervaring hebben met vrouw zijn, gewoon vrouwen gaan helpen. Dus zo bijzonder is het eigenlijk niet. Het zou heel logisch moeten zijn dat als je ergens ervaring mee hebt, dat je iemand met diezelfde ervaring kan ondersteunen. Dan de antiracisme-strijd. Zoals witte mensen reageren op racisme, zo reageren hulpverleners soms ook op kritiek vanuit ervaringsdeskundigen. Namelijk nogal vanuit hun privilege van geen zorg ontvangen en vanuit hun fragiliteit. Ze zouden het zelf cognitieve dissonantie noemen, dat ze het nogal lastig vinden om kritiek te ontvangen, want we doen het toch zo goed en we doen toch zo ons best. En er wordt ook best vaak ingegaan op de toon van hoe we iets zeggen of de vorm, in plaats van dat onze inhoud serieus genomen wordt. Dan de LHBTQIA+ emancipatie. Sommige mensen vinden dat best prima als het niet te dichtbij komt. En ze vinden ervaringsdeskundigen ook wel prima als we niet te dichtbij in het systeem echt kritische verandering willen. En sommigen vinden homo's nog best leuk als entertainment als het voor de show is. En wij worden ook vaak voor de show ingezet. Voor een vinkje, we hebben ze in ieder geval bevraagd. Ik noem het plofparticipatie. Maar ook van die beweging kunnen we leren. Pride wordt reclaimed door de LHBT-beweging. Grote bedrijven zijn ermee aan de haal gegaan, maar het is van ons. En ervaringsdeskundigheid is inmiddels ook een markt aan het worden waar andere bedrijven van kunnen profiteren, die ons dan inhuren voor 5 euro vrijwilligersvergoeding per uur. En het kruispuntdenken. In de jeugdzorg komen allerlei marginalisaties samen. Armoede heeft superveel invloed. En in België is in de armoedebeweging juist ervaringsdeskundigheid heel groot. Dus in Nederland is het vooral vanuit de GGZ ontstaan. Maar in België is het juist in die armoedebeweging. Omdat dat ook iets is wat je alleen maar echt snapt als je het aan de lijve hebt ondervonden. Als je geen schulden hebt gehad. Ik heb schulden gehad. Ik weet nog steeds zo'n blauwe brief. Ik krijg gewoon een fysiek lichamelijke reactie van een blauwe brief. Dat kan je pas voorstellen als je daarin hebt gezeten. Dus, ervaringsdeskundigheid is een emancipatie voor beweging voor gelijkwaardigheid in de jeugdzorg. En wij ervaringswerkers zijn echt flink in de minderheid in de sector, maar de mensen met ervaring zijn dat niet. 3/4 van de hulpverleners heeft zelf ontwrichtende levenservaringen gehad. Je gaat het werk niet doen om uiteindelijk in een Tesla te rijden, de meeste. En op dat vlak zijn de wegen van Maaike en mij ook samengekomen. Eerst dacht ik, dat is zo'n typisch iemand die alleen werkgeversbelangen behartigt. En ook nog eens zo'n typische bestuurder. En dan speelt mijn autoriteitsprobleem op als je al bestuurder bent. Terwijl we leken meer op elkaar dan dat we verschilden. We hadden allebei ervaring in de jeugdzorg. En we houden allebei van de zogenaamde linkse humor op een vrijdagavond. En we hebben dezelfde visie en ideeën. Dus we zijn gewoon onze krachten gaan bundelen. En doordat we allebei niet gehoord werden, zijn we ook allebei iets wat geradicaliseerd. Dus zijn we samen sterk gaan staan. De eerder genoemde commissie van wijzen al, daar hebben we gewoon een ludieke commissie van wijzeren tegenover gezet. Hebben een bordesfoto gemaakt met ervaringsdeskundigen en hulpverleners en gezegd: leuk, die oude witte mensen die niemand kent in de sector, maar luister ook eens naar ons. Maar Maaike is zich ook hard gemaakt voor ons. Die is bij de CAO-onderhandelingstafel gaan pleiten om daar ervaringswerk in te krijgen. Om te zorgen dat wij ook een functie worden en ook gewaardeerd worden. En daar ben ik heel blij mee, want we willen met een voet in het systeem zitten om het te veranderen. Maar tegelijkertijd willen we er ook met één voet buiten blijven om er keihard tegenaan te schoppen. En willen we naast het systeem veranderen ook ons eigen steunsysteem ontwikkelen. Laat ons maar een eigen groep opzetten. Laat ons maar een steungroep starten. Laat ons maar elkaar gaan helpen als dat naast het systeem nodig is.
Dus ik wil dat wij onze vrije ruimte behouden, zodat we die vernieuwende kracht kunnen gebruiken. Dus we laten ons een beetje in het systeem krijgen, maar ik laat onze beweging niet helemaal opslokken. Nou, dus die denktank met de verschillende expertises waar Maaike het over had. Ik zal niet de hele opsomming doen met alle hoeken van de samenleving die daarbij zaten, want dat kost nu weer een minuut. Maar punt 1 was flip the system, professionals en cliënten aan het roer. Dus we wilden dat eerste lijnzorg gewoon in regionale coöperaties wordt georganiseerd. En de cliënten en de hulpverleners hebben daar de zeggenschap in die coöperaties. Cliënten moeten niet 20 wegen moeten bewandelen voor klachten in te dienen die 4 jaar duren. Gewoon 1 voordeur voor een klacht. En laten we die klacht ook benutten als kracht, want dat is gewoon feedback om je zorg beter te maken. Dat is niet een klacht die je moet sensibiliseren om negatieve media-aandacht te voorkomen. Dat is feedback waarmee je je zorg moet verbeteren. We willen een breed regionaal toegangsteam, dus met allerlei expertises in dat team. Ook vanuit veiligheid, ook vanuit school, maar ook vanuit wonen. Want onze problemen zijn niet in de hokjes van het systeem te duwen. Die zijn vaak op meerdere schijven in je leven. En de ministeries moeten ook ontschot worden. Dus onderwijs, WMO, GGZ, het zit allemaal bij andere ministeries. Terwijl dat komt allemaal samen in de jeugdzorg. Dus wij pleiten voor een ministerie van jeugd en gezin. En het staat niet in de jeugdsprong, maar wat mij betreft Maaike als minister en Jason als staatssecretaris daar. Maar los van de inhoud ben ik vooral fan van het proces. Maaike heeft er al wat over gezegd. Wij maakten een conceptplan, maar we hebben vooral heel veel input van iedereen gevraagd die mee mocht denken. Dus al kennen we je niet en heb je op social media wel een mening of je stuurt een mailtje. We gaan niet eerst kijken, heb je wel deze ervaring of wie ben jij om mee te denken? Dat gebeurt bij de meeste denktanks. Elk idee was welkom. En toen hadden we een conceptplan wat we deelden. En toen was er 1 hoofdstuk waar we best veel kritiek op kregen van jeugdrechters, ouders, van verschillende mensen. En toen hebben we dat plan gewoon herzien. Toen hebben we gewoon eerlijk gezegd, ja, het was iets te makkelijk gedacht om te denken dat we die 3 organisaties wel samen kunnen hebben. Moeten toch verschillende organisaties blijven. We gaan een nieuw plan maken en we gaan hem opnieuw verspreiden. Gebeurt ook niet vaak dat mensen die een plan schrijven ook daadwerkelijk iets doen met de feedback die ze krijgen. Nou, toen hebben we via Bijeen, waar ik actief ben, moties ingediend om die jeugdsprong ook serieus te nemen en als basis te nemen van de hervormingen. Nou, die is aangenomen, dus dan denk je dat die motie wordt vast uitgevoerd. Maar je hebt al gehoord, dat is niet het geval. We hebben ook gepleit om de FNV aan die hervormingstafel te krijgen. En de minister zegt dan, ja hoor, we hebben afspraken gemaakt. Maar de FNV zit niet aan tafel. Maar ja, je hebt maar een paar interrupties in een debat. Dus als ze 4 keer liegen, is je spreektijd voorbij. We hebben moties ingediend om organisaties van ervaringsdeskundigen financieel te ondersteunen en veel meer logische moties. Dat als je geld geeft aan de gemeente en dat moet naar de jeugdzorg, dat je het oormerkt zodat er geen lantaarnpalen van gekocht worden. Maar die werd weggestemd. Alles wordt weggestemd sowieso door de gehele coalitie. Bij die motie van het geld oormerken deed GroenLinks gezellig mee, want die heeft natuurlijk wethouders in de gemeente en die belangen behartigen ze ook in de Tweede Kamer. En de rechtse partijen stemmen ook vaak tegen. Dus nee, die weg is lastig. Kamerleden pronken dan met een eigen stokpaardje, gaan lekker op de foto met de petitie. Doen alsof ze met ons praten, maar echt luisteren doen ze niet. En het controleren van de macht is dus nauwelijks mogelijk. Het enige wat je daar een beetje kan doen is symptoombestrijding. De scherpe randjes van de belachelijk liberale plannen afveilen. Dus wij vanuit Bijeen willen dat podium vooral benutten om de strijd en de boodschap buiten die muren te versterken. Dus die stem van ervaringsdeskundigen dat parlement in te krijgen. Die stem van de hulpverleners dat parlement in te krijgen. Dus in de tekst stond dat ik Sylvane hierbij ondersteun. Het is een hele makkelijke job. Er komt een brief van de FNV, er komt een brief van een cliëntvertegenwoordiger. Je mixt het en je hebt een speech. Zo moeilijk is het ook niet. Je luistert gewoon naar wat anderen zeggen. Ja, je stuurt gewoon wat anderen zeggen, verwerk je in je inbreng. Je hoeft het zelf allemaal niet te bedenken. En daar in Den Haag zit iedereen het allemaal zelf te bedenken zonder dat ze de juiste kennis hebben. Kan je dan afronden toewerken? Yes. Want ik wilde zeggen dat wij de ervaringskennis letterlijk in de Tweede Kamer brengen. Sylvana heeft op een leefgroep van de jeugdzorg gewoond. Rebecca Timmer, die ondersteunt haar, die komt uit de jeugdzorg. Dus we hebben door wanneer er bullshit gesproken wordt en we hebben ook door wat er precies nodig is. Wat ik de afgelopen jaren heb geleerd in de beweging is dat we niet tegen elkaar moeten strijden. Ook in de jeugdzorg zijn er best wel wat LinkedIn warriors die vooral infighten en tegen elkaar ingaan. Maar we moeten samen vechten tegen het verrotte systeem. Zoals wij van ervaringsdeskundigen en hulpverleners het samen doen. Zo zouden we dat veel vaker in de hele zorg, de arbeidersbeweging, de politiek, de activistische beweging, zouden we dat moeten doen.
Wij staan als ervaringskundigen steeds sterker. We bouwen op collectieve ervaringskennis. Dus we laten ons niet meer misbruiken door één heftig verhaal in de media te tonen. We spreken eerst 15 mensen. Zijn we het er allemaal mee eens? Dan is dit onze boodschap minimaal. We onderbouwen het ook met wetenschappelijke kennis. En we trekken samen met hulpverleners op. Maar met alleen professionals en hulpverleners redden we het niet. Er is te weinig massa. Dus wij zetten het druk binnen het systeem van onderop. Maar we hebben collectieve strijd nodig en verzet van buitenaf. Want die jongeren waarover je het gaat, dat was misschien jijzelf. Dat is misschien het kind van je buurvrouw of je familielid. Wie weet wordt het later het kind van je buren of je eigen kind. Dus mijn slotzin is: niets over ons zonder ons en hopelijk met jullie allemaal.